Hallo, mijn naam is Stephanie en ik sta hier vandaag op de Maasboulevard in Spijkenisse, waar het Voetdruk en Vliegerfestival gehouden wordt. Ik laat jullie vandaag zien wat voor vliegers er hier vandaag zijn en wat voor activiteiten hier gehouden worden. En heel de lucht zit vol met prachtige vliegers, uiteenlopend verschillende onderwerpen. De poes is ook weer aanwezig en heeft ook kleintjes bij zich dit keer. Clownvis en ook nijntjes zijn aanwezig. Vliegers die eruit zien als vogels fladderen in het rond. Mijn naam is Ria en ik sta voor dierenambulance Dieren voor You. En dat doe ik met veel plezier. Hartstikke belangrijk werk natuurlijk. Sowieso, dat sowieso. Weet je, dieren die hebben ook zorg nodig en daar zijn wij voor dan. Hallo, wat is jouw naam? Manoa. Mooie naam en ik zie dat je al goed bezig bent met een vlieger. Wat leuk. Ja, maar dank u wel. Dank u wel. Nou, heel veel plezier vandaag. Leuk. Een mooie vlieger en ik zie dat je een mooie boom aan het inkleuren bent. Nou, heel veel plezier dadelijk. Ook het plein met de foodtrucks staat al lekker vol. Hi, wat heb je vandaag bij je? Een lekkere brownie en pisangambon. Ja? Nou, ik ben benieuwd. Ik mag er één proeven, begrijp ik. Tuurlijk, ja. Wat vind je zelf het lekkerst? De brownie classic. Ja. Nou, dan ga ik die proberen. Op jouw aanbeveling. Dankjewel. Dat het je eigen onderneming is. Ja hoor. Hoe kom je op dit idee? Nou, toen ik op de basisschool zat, toen begon de coronacrisis en zo. Toen zat ik veel thuis, was niets te doen. En hij nam altijd bruins en blondies mee naar huis. En ik vond dat lekker, dus een beetje op die manier kwamen we op dit idee. Ja. Wat geweldig, je bent een hele jonge ondernemer dan. Ja, begonnen toen ik 10 was, toch? 10. Ontzettend knap. Ik wens je heel veel succes. Dank u wel. Wat gezellig. Waar zijn jullie hier voor vandaag? Het 60s museum. Wat leuk. 60 jaar, de oude doos. En waar vindt u die, het museum? In de Serreburg. Oké. Op de Eikelaan. En hoe vindt u het vandaag om hier te zitten? Ja, gezellig. Wij doen het al jaren, dus dat is alvast de prik. Je kan ons hier vinden. Het is nou wel erg warm, maar we vinden het nog steeds leuk. Dus we blijven. Ja, wat fantastisch. Ik vind het hartstikke leuk om jullie hier zo te zien. En ik zie dat jullie allemaal dingen hebben meegebracht uit het museum ook, denk ik. Zijn er al wat reacties op geweest? Nou, vooral ook de kinderen vinden het erg leuk, want we hebben daar ook een telefoon. En dan zeggen ze, wat is dat voor apparaat? Nou, dan zeggen wij, raad maar. Nou, sommigen die weten het. En daarachter staat een typemachine. Dat vinden ze ook altijd erg leuk. Hoewel, hij is nu uitgedroogd, het lint, dus ze krijgen er geen letters meer op. Maar dat vinden ze ook altijd erg leuk. Ja. En ze raden het een beetje wat het is, typemachine? Ja, sommigen wel, ja, sommigen wel. Maar anderen die snappen er niks van natuurlijk. Dat is, zeggen wij, dat is de ouderwetse computer. En dat vinden ze ook grappig. Ja. Ja, wat fantastisch. Wat een leerzame ervaring hier. Leuk. Ik ga jullie heel veel plezier wensen. En een hele mooie dag verder. Ter promotie van onze scoutingvereniging. Ter promotie van onze scoutingvereniging. We staan hier zeg maar, met onze zeilbootjes, spandoeken, onze grote wachtschip hangt daar zo. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk kindjes bij ons komen, langskomen. Hartstikke goed doel dus. Hartstikke goed doel inderdaad. Nou, fantastisch. Ja, en hoe vindt u het om hier vandaag te zijn? Het is sowieso een stuk beter dan vorig jaar. Toen was het regen en nu is het mooi weer, dus lopen er veel meer mensen langs. En dat maakt ook voor ons leuk om hier te staan. Waar bent u hier voor vandaag? Ik ben projectmedewerker van de Buurtras. Dat is de eerste dikke toren daar, zeg maar, in Terras aan de Maas. Voorheen was dat een brasserie en het is nu een ontmoetingscentrum voor de wijk. En wij hebben 45
activiteiten. We runnen dat met 41 vrijwilligers. En we worden gesteund door de gemeente en door, door Humanitas en door en Stichting Welzijn Ouderen. En door Maasdelta en Boombron. En zij hebben geloofd in het plan dat je een ontmoetingscentrum kan runnen met vrijwilligers. We moeten van het oude stempel af, dus ik maak er nu gebruik van. We gaan ook kinderactiviteiten doen, jongerenactiviteiten. Dus ik vind het echt leuk om daar een beetje reclame voor te maken. Dus mocht je je eigen aan willen melden, mag ik mijn telefoonnummer zeggen? Of is het niet zo de bedoeling? Ja, 06-2700-7170. En ik ben Astrid Langstraat en ik ben het projectmedewerker van Buurtras. En bij mij kun je alle informatie krijgen, zeg maar. En anders bel je Stichting Welzijn Ouderen en laat je doorverbinden met mij. Wat vind je vandaag het allermooiste van hier? Nou, de vlieger. De vliegers, hè? Ja, en welk vlieger vind je het allermooist? De mijne. Want... De jouw is, ja, logisch. Heb je hem ook zelf ingekleurd of heb je hem zo gehaald? Gehaald. Gekocht. Nou, ik geloofde het bijna. Hij is wel echt heel mooi. Dankjewel. Hoe vindt u het om hier vandaag te zijn? Lekker, lekker. Ja. Want ik zeg, normaal kom ik de deur niet meer uit. Maar nou, ik denk toch even op fietsje. Alleen die heuvel daar, daar kwam ik met de fiets niet meer tegenop. Maar daar ga je lopen, joh. That a broken heart is blind.